Hey, welkom bij barbecueco.nl. Mijn naam is Marco en ik ga je vandaag iets vertellen over de Weber Spirit 2 E320 in het zwart. Wat is het leuke van de Spirit? De Spirit heeft als voordeel dat je er eigenlijk alles mee kan. Je kan er alles mee wat je ook in je oven of op je fornuis kan, maar dan lekkerder. Het grote voordeel van de Weber Spirit is dat er 10 jaar garantie op zit op alle onderdelen. Natuurlijk niet als je het misbruikt, maar voor de rest 10 jaar garantie op alle onderdelen. Hij is makkelijk in gebruik, super simpel mee te nemen. En ook voor een driebrander lekker compact. Je doet de zijtafel naar beneden en zo wordt hij weer een stuk compacter. Aan de rechterkant zie je de zijbrander zitten. We hebben hem ook als 310 zonder zijbrander. Dit is de 320 met zijbrander. De zijbrander is overigens niet voor satésaus warm te houden. Daar zijn wat misverstanden over. Er zit een wokbrander onder, dus je kunt er perfect een wok op zetten. Of iets op bakken, braden, geen probleem. Maar op warm houden kun je beter op het rooster doen. Het rooster is in 3 delen. Hij heeft een middendeel en daar kunnen alle GBS-accessoires in. Ik zal je zo in het filmpje laten zien welke accessoires er in ieder geval in kunnen. Daarnaast heeft hij een warm-up rooster, dus een verhoogd rooster. Daar kun je je gerechten op leggen die al klaar zijn. Hij gaat boven de 300 graden. En dat heb je op 2 momenten nodig. In het begin bij het barbecuen begin je altijd als volgt. Je doet de deksel open, je draait de gasfles open, natuurlijk aan de zijkant, bestel hem meteen mee. Je doet de eerste brander aan en je hoort hem tikken. Als de eerste aan is, dat kun je aan de zijkant kun je dat zien, dan kun je de tweede aanzetten en de derde aanzetten. Dan doe je de deksel dicht, je wacht tot die ruim 300 graden is, dat duurt ongeveer een minuut of 10. Als alles warm is, dan doe je de deksel open. Borstel je even het rooster schoon en dan kun je ze eigenlijk uitzetten. In ons geval willen we bakken op 180 graden, zetten we 1 brander ongeveer op 1/3 en de andere 2 kunnen uit. Het mooie is, je legt je gerecht aan 1 kant, niet op de brander, je doet de deksel dicht. Als je een digitale thermometer hebt, dan steek je die erin en dan gaat die bakken. Is je gerecht klaar, haal je hem eraf. Je hoeft hem ook niet om te draaien en de temperatuur hoeft niet zo hoog te liggen. Dus gewoon bij 180, 160 graden kun je perfect barbecuen. Heb je wel de smaak, maar niet die zwarte randjes. Wat zit er nog meer op? De zijbrander, daar hebben we het over gehad. Die kun je dus ook makkelijk aanzetten. Ook met dezelfde startknop gaat de zijbrander aan. Hieronder komt het vetopvang zit hierin. Als we hieronder kijken, hebben we hier een lekbakje. Daar zit meteen een lekbakje, een aluminium lekbakje in. Is die vol of is die smerig? Haal je hem eruit, doe je een nieuw bakje erin. Bestel die ook meteen mee. Dan gaan we hem terug doen. Hij is makkelijk mee te nemen. Hij is stevig, goed rond te draaien. En eigenlijk ideaal om te barbecuen. Wat ook nog belangrijk is en wat de mensen vaak vragen, hoeveel verbruikt een barbecue nu? Deze verbruikt maximaal 1 kilo per uur. Bij een grote gasfles is dat 10 kilo, zou je dus 10 uur meegaan. Maar dat wil zeggen dat je alle branders openzet. Dus alle 3 de branders hier, plus de zijbrander. Bij normaal gebruik, zonder zijbrander, heb je dus maar een 200 gram per uur nodig. Bij een 10 kilo fles gaat hij dus dan ruim 50 uur mee. Eigenlijk ideaal. Zorg wel meteen dat je een tweede gasfles hebt. Is die ene leeg of komt er een feestje aan, hoef je niet met een halfvolle terug te komen om die om te ruilen. Een super fijne barbecue. Geniet ervan. Wat vinden jullie van de barbecue? Heb je er nog vragen over? Laat ons weten en grill. Heb je nog vragen over deze mooie barbecue? Laat het ons weten. Je kunt ons bellen of mailen. We helpen je graag. En anders heel veel plezier ervan. Grill on!